Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 21 oktober. Het is bewolkt in Nederland en er valt af en toe wat regen of motregen. In eerste instantie is dat vooral in het westen van het land, maar de neerslag die trekt geleidelijk aan naar het oosten en dat betekent dat we ook vanavond en een groot deel van de nacht nog met regen hebben te maken. Het wordt dan in de loop van de nacht tijdelijk wat droger, want een tweede neerslaggebied dat trekt morgenochtend over Nederland en ook dan valt er weer af en toe wat regen of motregen. In de middag kan er dan hier en daar een opklaring gaan komen in het westen. En die opklaringen die breiden zich uit in de nacht van donderdag op vrijdag. Een wisselvallig weerbeeld, dus ook weer vandaag. Bij temperaturen vanavond, zo tussen de 10 en de 12 graden. Er valt af en toe wat lichte regen of motregen. En er zat een matige zuidwestenwind. Langs de kust is de wind af en toe krachtig. En dat is een windkracht 6. Ook vannacht af en toe nog wat regen, temperaturen die dalen naar zo'n 9 tot 10 graden en ook de bewolking blijft overheersen. Langzaam neemt wel de wind iets af en die draait dan morgen overdag naar een meer westelijke richting. In de ochtend kan er nog een spatje regen vallen, in de middag blijft het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog en is er ook kans op wat opklaringen in het noordwesten en westen van het land. De temperatuur ligt in de middag rond de 14 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag klaart het dan breder op en vrijdag ziet het dan prima uit met zon en wolken en temperaturen rond de 13 of 14 graden. Blijft de hele dag droog en dat geldt ook voor de zaterdag. Dan in de loop van de dag wel weer meer bewolking. Op zondag nemen de neerslagkansen weer toe. Temperaturen in het weekend ook zo rond de 13, 14 graden. Volgende week wordt de weersverwachting erg onzeker. Eigenlijk is er nog weinig van te zeggen. Een lage drukgebied boven de oceaan trekt richting Europa. Maar waar dat precies aan land komt, dat is nu nog onzeker. De weermodellen die zijn het daar niet over eens. Voorlopig dus nog geen echte weersverwachting voor volgende week, behalve dat het nog niet echt winters gaat worden. Mijn naam is Raymond Glazen voor Weerplaza.